uit. We zijn in de Lammerschans driehoek, zoals het gebied hier heet, achter het ROC Lammerschans. Er zijn de afgelopen jaren al vele honderden nieuwe huizen gebouwd. Heel veel studentenwoningen en ook starterswoningen. Nou, vandaag de eerste paal van de tweede fase. En dat betekent zo'n 665 extra studentenunits die hier gebouwd gaan worden. Die gaan er zo uitzien, ja, eigenlijk zoals het er nu ook al staat. Er werd net ook verteld, het is een soort kopie van wat er al staat. Want het is een groot succes, dus dat moet je gewoon kopiëren. Wethouder Fleur Spijker, de nieuwe wethouder van duurzame verstedelijking, zoals het tegenwoordig heet, mag hier nu de eerste paal gaan draaien, want slaan is er vandaag niet bij. Hij wordt als het ware geschroefd. Wat misschien nog wel aardig is om te vertellen is, ja, met dit schroeven, dat erin in de grond draaien, dat is niet echt een paal die ze erin draaien. Wat je ziet is een ijzeren omhulsel. Die boort zeg maar het gat voor de betonnen paal. 32 meter 86 diep op deze plek, hebben we net gehoord van de heibaas. Ja, als dat gat er is, dan gaat dat volgestort worden met beton en gewapend metaal. Dat zie je er ook daarnaast liggen. Dat wordt er dan ingezet. En dan hard die paal eigenlijk als het ware uit, ja, op de plek in dat gat. En zoals ons net is uitgelegd, dan vormt die paal zich naar de grond. Dus het zijn niet echt heipalen die de grond ingaan. Maar er wordt beton gestort in die metalen koker. Bijna 33 meter diep op dit punt in ieder geval. Dit punt van de tweede fase van de Lammerschans driehoek. De studentencampus Joers. Er komen 665 studentenunits nu bij en nog een paar honderd starterswoningen en een paar honderd gebouwde parkeerplekken. En in totaal komen er voor die tweede fase ongeveer 600 van dit soort palen die hier de grond in gaan. Nou, en dat was voor de wethouder haar eerste paal, zo vertelde ze net. Want ze is pas 3 weken in functie. Goed, eerst maar even het glas heffen op dit mooie moment. Dit wordt en dit is mijn eerste paal en dat is ook heel bijzonder. Ik ben nu 3 weken in functie en ja, dat nou juist op deze locatie dat ik die eerste paal mag schroeven en niet slaan, dat is voor mij heel bijzonder. We hebben al eigenlijk heel lang geleden hebben natuurlijk de plannen ontwikkeld voor dit gebied met eigenlijk ook heel veel mogelijkheden en ruimte voor bouw. En ja, nu zie je dit de laatste jaren echt helemaal groeien en bloeien. En dat maakt het zo fantastisch. De combinatie van wonen, werken, recreëren en onderwijs. En er zit nog heel veel meer potentie in. En het is voor Leiden ook heel erg belangrijk dat dit gebied nog verder ontwikkeld wordt. En wat betekent dat voor ons college? We hebben een beleidsakkoord. Daar staat in dat we 8500 woningen moeten realiseren tot 2030. 2700 studentenwoningen. We willen het nog duurzaam, groen en met veel participatie. Dus dat is een behoorlijk programma. Maar wat ik kan zeggen tegen u, ja, vandaag hebben we die eerste paal geschroefd voor wel 1100 woningen, waarvan een groot aantal woningen voor young professionals en een groot aantal voor de studenten. En dat is ook in dit gebied een enorme toevoeging. En in die zin zou ik zeggen weer een stap dichterbij om ook ja, ons beleidsakkoord en de opgave te vervullen. Ik wil jullie in ieder geval een enorm voorspoedig gebouw toewensen. En ik hoop dat de nieuwbouw er snel komt te staan. En dat vervolgens ook de rest van het gebied snel ingevuld wordt. In ieder geval is die dynamiek al aanwezig. En voor veel mensen is het een hele interessante plek.